Dit is Marcel De Wijs, speelgoedwinkel-eigenaar uit Veendam. Maar in plaats van cadeaus voor Sinterklaas in te pakken, zit hij de komende weken in Qatar voor het WK voetbal. Vanavond is hij ook bij de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal. We spraken hem vlak voor vertrek. Het WK is het mooiste voetbal-event ter wereld. Uh, Landen over de hele wereld komen uh, naar elkaar uh, Liefhebbers van de sport komen naar toe van het voetbal. Uh, ja, iedereen uitgedorst in een eigen kledij voor, voor eigen land. En met z'n allen het verbinden, het samen zijn van het voetbal. Ja. Het is gewoon het mooiste wat er is. Het is de laatste maanden veel over de situatie in Qatar gegaan. Mensen die daardoor niet gaan, heeft de wijs begrip voor. Hij gaat erheen puur voor het voetbal. Om zo oranje naar de overwinning te schreeuwen. Het WK had uh, in 2010 voor een ander land moeten kiezen... Uh, Blatter en de FIFA hadden het niet voor Qatar moeten kiezen. Er is te weinig uh, ophef over geweest aan het begin. En nu, de laatste weken maanden, probeert iedereen zijn uh, voetjes schoon te houden. En, uh, maar iedereen is gewoon heel erg schuldig aan, aan alle misstanden die hier in Qatar bezig zijn. Want we hebben er niks aan gedaan. Normaal is het WK altijd in de zomer. Nu werd er een week geleden nog gespeeld in de Eredivisie. Het doet wat met de beleving rondom het toernooi. Sowieso hier al in Nederland. Normaal gesproken is al weken van tevoren één groot oranje massa-zee, want je hebt drie uitzwaaiwedstrijden in Nederland. Dus het WK leeft al drie, vier weken uh, voordat het officiële WK begint, direct na de competitie. Die belevenis is nog niet, maar ik denk dat zodra dat uh, zondag het uh, WK begint, dat bij iedereen ook wel de kriebels komt om lekker naar het uh, toernooi te kijken. De verwachtingen van de wijs over oranje zijn groot. Ik verwacht heel veel van uh, Nederland dit WK, uh, zeker door de coach Louis Vagal. Uh, het vorige WK uh, waar Louis uh, coach was was in 2014. Hij is derdes geworden. Ja en dit WK, uh, hij zegt ik wil het beter doen. Dus uh, het voor tweede of eerstes en uh, nou, laten we dan gelijk de eerste plek pakken. Dan is het toch echt tijd om die koffer definitief dicht te doen.